Hey, leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe video. Ik ben Anthony en vandaag laat ik wat schuine buikspieroefeningen zien. Vorige keer heb ik de rechter gedaan. En nu is de zijkant aan de beurt. Dus ik zie jullie zo in de sportschool en dan laat ik mijn favorieten zien. Eerste of... de oefening is op de Swissbal afstappen. Je hebt je schenen op de bal en je steunt op je armen. Je probeert met je voeten ver weg aan te tikken en natuurlijk uh, balans te houden. Hier zie je het nog een keer. En je ziet echt dat ik uh, ver rijk en een beetje de binnenkant van mijn voet tik ik de grond aan. Ik kijk mee met mijn voet, zo pak je even net wat beter die schuine buikspieren. Oefening nummer 2 doe ik de Russian Twist met een medicinebal. En ik doe het op een apart bankje waar mijn voeten geklemd zijn onder een voetsteuntje. En het bankje loopt schuin naar beneden. En zo heb je meer spanning steeds al op je buikspieren. En ik kijk goed mee met de bal en ik heb mijn armen gestrekt. Dat is heel belangrijk. En dan laat ik ook nog hem even zien op een uh, recht bankje. Met een dumbbell en daar heb ik mijn armen wat meer gebogen. Ik kijk ook weer goed mee. Mijn benen gaan eigenlijk de tegengestelde kant op van de dumbbell. En uh, als je op een bankje doet, dan kan je net iets dieper die dumbbell laten zakken dan op de grond. En oefening nummer 3. De hanging windshield wipers. Oftewel de hangende ruitenwissers. Wat ik hier doe is, ik heb uh, eigenlijk constant al spanning op mijn rugspieren. Dus dit is echt een hele zware oefening die niet voor iedereen geschikt is. Maar hij hoort zeker in mijn favorieten. En ik heb de armen gebogen. Dus ook spanning op de biceps. Maar je wilt hem vooral in je schuine buikspieren voelen. En ik doe mijn benen niet helemaal naar beneden, want dan verlies ik eigenlijk de spanning op mijn buikspieren. Dus ik ga voor uh, iets over die 90 graden. En kijk welk tempo het best bij jou past. Oefening nummer 4 is de schuine plank en ik heb hem wat leuker gemaakt want ik heb er een lage roei in gezet en dat doe je door de kabelhendel helemaal naar beneden te zetten en als je hem roeit dan werkt ook je bicep en je rugspieren. Dus het zijn eigenlijk twee oefeningen in één, dat noemen ze een complex de combinatie van deze twee oefeningen maakt het zo intensief voor je schuine buikspier. En de volgende oefening is een hele leuke op de swissbal, een hele moeilijke balans. Je hebt je knie zijwaarts, daarna onder je poortje door. Dan weer je andere been zijwaarts en onder je poortje door. En de laatste oefening alweer. En dit is de side bend. En deze doe je met een tweetal. Je hebt je heup op het randje van het bankje. Je zakt hem goed diep door. En je tikt elke keer een plek aan waar je heen wilt komen. Je doet hem allebei de kant op. Dus je moet hem ook om, uh, moet even omdraaien. En hou hem even bovenin vast om hem nog zwaarder te maken. Of gebruik een gewichtje of een bal in je handen. En dat waren alle oefeningen. Leuk dat je hebt gekeken. En ik zie jullie in de volgende keer's video.